Soms maken mensen zich kwaad over kunst. Ook over dit werk. Het werd 25 jaar geleden door het Stedelijk Museum aangekocht voor 250.000 gulden. 250.000 gulden? Wat? Zoveel geld voor kitsch? De mensen vonden het belachelijk. Het deed ze een beetje denken aan, ja, dit. Zo'n porseleinen beeldje dat je koopt in een souvenirwinkel of toevallig op de vensterbank hebt staan. Dit, maar dan sterk uitvergroot. Of zie ik dit verkeerd? Is dit kunst of kitsch? Dit is wel kunst, denk ik. Misschien juist doordat het kitsch is en het juist zo vergroot is, kun je het erkennen als kunst. En snappen jullie dat mensen zich hier kwaad over maken? Ja. Ik denk dat als de kunstwereld van een normaal, eigenlijk best wel cliché beeldje, het uitvergroot en dat dan kunst noemt, dat mensen zich daar kwaad over maken. Dat begrijp ik wel, ja. Juist omdat de kunstenaar misschien spot probeert te drijven met kitscherige. Of misschien omdat de kunstwereld zo bijzonder probeert te zijn. En dat hij door middel van dit soort van simpele beeldje laat zien dat zoiets simpels ook in het museum kon staan. En roept een soort van discussie op. Dan zou ik het wel kunst noemen. Jullie geven zelf rondleidingen in het museum. Hebben jullie wel eens mensen gehad die boos waren? Ik heb mensen gehad die het oneens met het beeld waren dat als kunst werd gezien. Wat zeiden ze dan? Nou ja, dat ze het geen kunst vonden en dat ze het heel cliché vonden. Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3 van Barnett Newman zag er zo uit. En toen gebeurde er dit. Het werk van een psychisch gestoorde man. Jarenlang hebben mensen het schilderij niet kunnen zien. Nu hangt het weer. Maar mensen zijn heel boos geweest. Ja. Op dit schilderij. Waarom? Nou, zoals je ziet is het een niet al te bescheiden formaat. En is de kleur ook enorm aanwezig. Hè? Dit, je komt binnen en het pakt je direct. Hè? Het is zo'n enorme knal in je gezicht qua compositie. Maar waarom zou je daar dan boos om worden? Waarom zou iemand met een mes... Dat begrijp ik ook niet. Dat vind ik totaal krankzinnig. Abstracte kunst überhaupt maakt sommige mensen boos. Hè? Omdat ze het niet begrijpen. En dat is juist het leuke van kunst, hè? Dat je ernaar kan kijken. Dat je misschien verward raakt van, hé, wat zie ik nou? Hoe probeer ik daar mijn gedachten die ik in mijn hoofd heb te plakken op datgene wat ik zie? En dat lukt niet altijd. En ja, sommige mensen worden daar boos van. Dit hebben we niet zo lang geleden hier opgehangen. Dat is een redelijk recente aanwinst van ons. Dat hadden we hier van die hekjes staan, hè, dat niemand erdoor mag. En dan staat er een boze meneer aan dat hekje. Van, ah, dat is toch geen kunstman, dit kan toch niet? En dan kan je afvragen, waar heeft dat nou mee te maken? Is dat omdat het een onderwerp is, Amy Winehouse, wat mensen misschien niet zo snel in een museum verwachten? Of is het door het gebruik van kleurpotloden? Kleurpotloden zie je eigenlijk zelden nog kunstenaars mee werken. Hè? Wij associëren dat met de kindertekening. Ja. Dus dat is niet iets wat je snel in verband brengt met. Maar als je hier goed naar kijkt, dan zie je hoe verdomd goed het in elkaar zit. Maar ik snap wel dat mensen denken, iemand van de kunstacademie, die kan dit ook. Ja, doe het maar. Waarom maken mensen zich kwaad over kunst? Nou, ik denk omdat het heel direct communiceert. Kijk, een boek moet je lezen. Maar een kunstwerk, dat is meteen te zien. Jij hebt er een oordeel over, ik heb er een oordeel over. Een dicht boek, ja, dat moet je gaan lezen. Daar moet je iets voor doen. En dit, daar is iedereen open voor om daar iets van te vinden. Wil jij ook een kunstenaar worden die agressie oproept? Dat lijkt me wel heel gaaf. Maar niet alleen agressie. En ook niet dat ze mijn kunstwerk willen willen kapot maken. Maar het lijkt me wel heel gaaf om echt mensen te triggeren. Mijn doeleinde is niet van zo, en nou ga ik de wereld eens lekker boos maken. Ik maak iets omdat ik misschien zelf boos ben en misschien mijn woede wil delen. Maar ik zal nooit iets als doeleinde willen van zo, en nou ga ik iedereen eens even lekker pissen. Zijn er wel eens mensen boos op jouw werken? Oh, ja. Ja, regelmatig, ja, ja. Hoe uitzicht dat dan? Nou, dan gaan ze een protestactie organiseren of gaan een stukje schrijven in de krant of ze gaan heel lastig doen. Echt? Ja.
tot vernielen aan toe of gaat het niet zo ver? Nee, vernielen kennelijk niet. En wat vind je daarvan? Ja, daardoor krijg je natuurlijk wel veel publiciteit en mensen die gaan er naar kijken. En die gaan daar ook weer zelf een idee over vormen. Dus het gaat is ook een weer leven? Ja, het heeft zijn voor- en nadelen. Ja.